Ik kan me helemaal voorstellen dat ik nu hele goede plannetjes krijg. Een paar jaar geleden lagen deze boten aan het Zandpad in Utrecht. Toen werden ze gebruikt door prostituees. De wc is ook echt heel leuk. Inmiddels heeft ondernemer Marianne Nobel ze omgetoverd tot vergaderboten, genaamd oude hoerenboten. Nou, hier komen we in de vergaderruimte. Ze liggen nu nog in Utrecht, maar komen mogelijk naar de Vinkeveense plassen. Daar is niet iedereen in de Ronde Venen blij mee. Zo maakt de milieuorganisatie De Groene Venen zich zorgen om de bescherming van Zandeiland 3. Alleen al het argument van de lichtvervuiling, van de vaardruk die er komt om de mensen erheen te brengen, het past gewoon hier niet. Marianne snapt de bezwaren niet. Haar boot is helemaal zelfvoorzienend en ze denkt juist na over het milieu. Door vogelnestjes aan het dak te hangen, door bakken voor vissen aan de bak onder de boot te hangen, door planten te planten die met hun wortels in het water hangen. Dus ik denk dat ik eigenlijk toevoeg in plaats van dat ik afpak. 2 jaar geleden lag dit plan ook al op tafel. Toen lukte het niet en moesten de boten weer worden weggehaald. De milieuvereniging vreest nu dat er via de achterdeur toch een vergunning komt. Het lijkt er nu op dat alsnog bepaalde plannen die eerder eigenlijk grootschalig werden afgeschoten, dat die alsnog weer even op de kaart worden gezet en ingebracht worden om uiteindelijk misschien gelegaliseerd in het bestemmingsplan te komen. En dat is een manier van politiek bedrijven, die is niet goed in mijn ogen. De boten zijn ook een kans voor de gemeente, vindt de initiatiefneemster. Want ze brengen geld in het laadje. Er moet ergens verdiend worden. En waarom niet met een duurzaam, zelfvoorzienend, waarde toevoegend project?